Goeiedag. Veel wind in Nederland vandaag uit westelijke richtingen. Vooral aan zee is dat ook goed te merken. Een harde wind met zware windstoten. En dat gaat nog wel eventjes door. Ook vanavond blijft het nog fors waaien. In de loop van de nacht wordt het minder. Weinig kleur in de lucht in ieder geval. De zon die kwam nauwelijks tevoorschijn. Gelukkig heeft Albert nog even een foto gestuurd van wat krokussen die omhoog komen. Want het is natuurlijk wel erg zacht geweest. Nou, we krijgen even een koud dipje en daarna wordt het weer warm. Ik heb wat kaarten voor u op een rijtje gezet en dan kunnen we mooi die komende dagen gaan bekijken. Allereerst de regen die eraan gaat komen. In de loop van de avond gaat het vanuit het noorden regenen, langdurig regenen. En ook vannacht is het dan kletsnat. Hier zien we die neerslagband die over het land gaat trekken. Intensieve regen ook. Pas morgenochtend gaat die regen helemaal het land uit. In het noorden is dat natuurlijk al wat sneller. En dan is het in de middag droog en dan zijn er in de nacht na donderdag wat opklaringen. En dan kan het weer heel koud worden. En dan zien we een neerslagband die donderdag het land intrekt van zuidwest naar noordoost. En misschien dat daaruit wel wat natte sneeuw gaat vallen in het noorden van het land. Ik kom daar straks nog eventjes in detail op terug. Verder overigens vrijdag alweer een volgende storing die ons land bereikt en dan ook weer over gaat trekken. U voelt het al aankomen. Het wordt kletsnat de komende dagen. En vanavond dus ook nog die zware windstoot. Voor de westelijke provincies en ook voor Flevoland en het IJsselmeer verwachten we zware windstoten van zo'n 75 tot 90 kilometer per uur. De regen dus die vanuit het noorden snel het land verovert en de temperatuur is dan nog hoog 9 tot 11 graden. Overigens waait het ook boven land stevig hoor. Er staat gewoon een vrij krachtige wind uit het zuidwesten. In de nacht dan gaat het nog harder regenen en die regen die trekt dan geleidelijk aan naar het zuiden. En dat betekent dat als we achter dat front gaan komen, de wind geleidelijk aan ook gaat draaien en gaat afnemen. In het noorden kan het dan al afkoelen naar zo'n 4 of 5 graden. In het zuiden blijft het nog steeds zacht voor de tijd van het jaar met een graad of 10. Morgenochtend trekt dan ook de regen langzaam maar zeker uit Limburg en dan krijgen we wat opklaringen. En hoeveel millimeter zijn we dan verder? Nou, hier zien we eventjes de neerslag die er de komende avond en nacht gaat vallen en ook morgenochtend. Meeste neerslag duidelijk in het zuidelijk deel van het land. Daar ruim meer dan 20 mm is de verwachting. In het noorden is dat zo tussen 10 en 20 mm. Woensdagmiddag, dan hebben we dus te maken met droog weer en wat opklaringen. Er komen steeds meer opklaringen en de nacht van woensdag op donderdag dan koelt het sterk af. Met name in het noorden en oosten van het land, dan kan de temperatuur onder het vriespunt uit gaan komen. We zien ook dat het woensdagmiddag niet meer zo zacht is als de afgelopen dagen met 7 of 8 graden. Wat wel eventjes wat rust brengt is die wind. Die is overwegend matig uit westelijke richtingen en die draait dan ook nog wat in de loop van de dag. Dan gaan we even vooruit kijken, want donderdag gaf ik al aan, dan komt die nieuwe neerslagzone vanuit het zuidwesten opzetten. En dat is dan met die lage temperaturen die er in het noorden en oosten in eerste instantie zijn. En dan kan er zomaar in een deel van het land wat natte sneeuw gaan vallen. En het is zelfs niet uitgesloten dat in de noordelijke provincies misschien wel een dun sneeuwdekje tijdelijk gaat ontstaan, want de temperatuur zal later gaan oplopen. Vrijdag kunt u dat ook wel weer mooi zien. 11, 12 graden in het zuiden, misschien wel 13 graden. Overigens dan wel met veel regen. En ook zaterdag is het ronduit zacht met 11 tot 13 graden. Ook dan kunnen er een paar buien vallen, maar die zijn minder intens. Ja, dan die sneeuw, dat hebben we benoemd en dan hebben we altijd een kaartje. In eerste instantie is dit nu het idee dat we hebben op basis van de verschillende weermodellen. Het grootste deel van het land valt gewoon regen op donderdag. Maar in de middag kan er dan in het noorden van het land wat natte sneeuw gaan vallen. En als die temperaturen in Groningen, Friesland, Drenthe echt zo laag blijven in eerste instantie, nou, dan zou er misschien toch ook nog wel een sneeuwdekje kunnen gaan ontstaan. En dat betekent natuurlijk, als die sneeuw blijft liggen, dat het lokaal glad kan worden. Ik denk dat we daar morgen nog veel meer over kunnen gaan vertellen. Fijne dag.